Ready? Nee. Je hoeft niet in de camera te kijken, je mag gewoon naar mij kijken. We doen gewoon een gesprek. Nadat je jezelf hebt voorgesteld, stel ik een paar vragen en dan zijn we klaar. Goed? Ja? Ja. Oké. Nou, stel jezelf maar voor. Oké, nou, ik ben Naomi, ik ben 15 jaar. Ik zit in het derde leerjaar van het theater VWO. Ik ben Rogier Pegoe, ik zit op THV. Ik ben Mandy Rook. Ja, ik ben Anne. Nou, ik ben Noah, ik zit in de N2E. Ik ben 13 jaar en ik zit op het chemiecollege. Welkom. Ik ben heel gelukkig. Ja. 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 Gelukkig? Ja, eigenlijk wel. En gelukkig wel? Ja. Voor zover ik kan weten. Lieve, ben je gelukkig? Ja, denk het wel. Nee. Nee. Ja, natuurlijk niet helemaal, maar... puberteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat in niet heel je leven dat je niet gelukkig bent, maar je geluksmomenten hebt. Ja, zeker. Echt. Ja hoor. Eigenlijk niet echt. Ja, het gaat op zich wel goed. Ik heb wat paar minpunten. Maar... Ja, met godsdienst, nou, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar science, daar sta ik ook gewoon onvoldoende voor. Maar voor de rest gaat het goed, vind ik. Met een hele leuke school en ja, alles is hier. Ik ben heel blij. Ja, ik doe een goed niveau, dus. Het eerste jaar, hoe voelt dat? Ja, het is een beetje spannend. Omdat iedereen is natuurlijk groter dan jou. En ik ben best wel klein voor mijn leeftijd. En dan iedereen gaat zeg maar eens boven je uit en dan is het een beetje eng. Jawel. Ja. Ja, want ze hebben hier wel heel erg veel aandacht voor alle leerlingen. Want als er iemand wordt gepest of zo, of al wordt geplaagd, dan wordt het al gelijk wel goed aangepakt. En je moet iedereen respecteren zoals hij of zij is. Ja, gewoon aandacht krijg ik wel genoeg, bijvoorbeeld in de pauzes van mijn vrienden en zo. Maar ik heb het gevoel dat de docenten niet echt inleven in hoe jij bent als persoon. Alleen maar in je cijfers. En soms vragen van, hey, hoe gaat het met je? Want ik heb nog geen eens een mentorgesprek gehad. Soms heb ik ook wel gedacht dat ze denken zo van, dan vind ik het heel moeilijk en dan steek ik mijn vinger op. En dan zit ik al langer dan iemand anders en dan staan ze dicht bij mij en dan lopen ze naar heel iemand anders toe. En dan lijkt het wel of ze me echt negeren of zo. Waardoor denk je dat het komt? Ja, dat weet ik echt niet. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Iets strenger worden, zeg maar. Niet ervan uitgaan dat als zeg maar de cijfers goed gaan, dat het dan ook goed gaat met de persoon. Er zijn natuurlijk docenten waar ik het meer mee kan vinden dan de ander, maar dat heeft iedereen wel, denk ik. Het gaat toch te vaak. Ja, oh ja. Hij is niet al te streng. Je moet wel een beetje de kinderen kort houden, vind ik. Misschien als ze ietsje minder langdradig verhalen en alles. En ietsje... Ja, dat je ook zelf wat meer dingen mag doen. Als in, ja, niet alleen maar uitleg en dan gelijk huiswerk. Nou ja, ik wil zeg maar veel bereiken, zeg maar. En ik heb zo'n gevoel dat als ik dat niet bereik, dat ik dan gefaald heb. Misschien kan school ook voor andere kinderen die dat willen iets van tips geven of zo. Iets van stressachtig, dat je je stressniveau kan verlagen of zoiets. Iets hoe het verder moet of zo. Leren met mensen om te gaan. Vroeger altijd al snel boos. Vroeger had ik al een beetje problemen thuis en zo. Beetje ruzies onderling. Met mijn zusje en zo. En ja, het is per jaar ook heel veel mensen overleden in mijn familie. Dus ja, nu is het allemaal wel weer een beetje, ben ik eroverheen. Maar
was altijd wel een beetje moeilijk. Als iemand dan iets zei over mijn opa of zo. Ook al was dat goed bedoeld, vond ik dat nooit zo. Dat ik vond het wel prettig dat hij dat zei. Maar als hij het dan op een bepaalde toon zei, werd ik al gauw boos. Nou, ook echt goed boos. En heb je het gevoel dat door daarover te praten, bijvoorbeeld je ook veel beter op je plek voelt op school? Ja, zeker, zeker. Mijn oude school had ik dat niet zo erg, want zoals ik al een beetje buitengesloten. En nu ben ik gewoon, iedereen is bijna hetzelfde, gewoon deze school. Ja, gewoon leuk. Want het is nu gewoon, je gaat naar school omdat het verplicht is. En iedereen gaat er maar van uit dat je je dingen leert en dat je daar later wat mee gaat doen. Maar misschien willen mensen dat helemaal niet en dan zitten ze eigenlijk verplicht op school. Ik denk dat mensen veel meer kunnen dan alleen maar leren en naar school gaan. En ik denk dat dat soms niet eruit komt. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je bewust wordt waarom je hier op school zit en wat je daarmee kan doen later. Wat zijn jouw unieke talenten? Klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar ik kan best wel goed zingen. You'll never know goodbye, not a single word was said. Ja, zoiets. Dankjewel. Nadat ik mijn school heb afgemaakt, word ik een succes, omdat ik geleerd heb om... mezelf te zijn. Met elkaar om te gaan. Om samen te werken. Mezelf te laten zien. Mezelf te zijn. Mezelf te zijn. Meer mezelf uiten en meer mezelf te zijn. Elkaar te helpen en elkaar te steunen. Mezelf te zijn. Zelf te reflecteren. Ja, basic antwoord gewoon om mezelf te zijn. Ik denk dat dat gewoon echt het allerbelangrijkste is. Bedanken voor jullie openheid, jullie bereidheid om te delen en wat te vertellen over wie jij persoonlijk bent en over hoe jij het onderwijs en deze school ervaart. Dat is een applaus voor jezelf. Ik heb jullie allemaal de vraag gesteld, ben je gelukkig? Ja. Wat vonden jullie van die vraag? Ongemakkelijk. Ik vond wel heftig dat je dat de eerste vraag was, zeg maar. Ja. Ja. Wat? Oh, niet over school. Oké. Maar meestal verwacht je wel dat mensen altijd ja zeggen op de vraag, zeg maar. Hebben jullie het idee dat er een van jullie nee gezegd heeft? Nee. Ja. Ik denk het niet. Ja, je gaat er eigenlijk vanuit dat iedereen altijd gelukkig is. Nou nee, maar als je nee zegt, dan gaan mensen meteen vragen van, oh, waarom dan? Ja. En dan denk je, nou, laat maar. Ik ben wel gelukkig. Praat je liever niet over. Nou, sommige mensen niet. Nee. En als je ze niet kent, dan ben je echt zo, dan hoef je niet te weten. Ja. Ja. Maar is het dan niet een soort taboe? Nee, true. Vinden jullie het wel een belangrijk onderwerp om hierover te praten? Over jezelf? Denk je dat het wel iets is waar vaker over gesproken mag worden, ook binnen de muren van school? Ja, want het beïnvloedt enigszins toch wel je prestatie. Ja. Wanneer het daadwerkelijk slecht met je gaat, zou je ook geen 10 halen. Zo simpel is het. Dus als zeg maar, dat is de oorzaak. Dus als het bij de oorzaak wordt aangepakt en niet maar alleen maar soort, als je niet alleen maar afgekat wordt op wat je neerzet, maar je daadwerkelijk gaat kijken waar het probleem in zit, dan kan je het oplossen, anders niet. Eens? Ja.